Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 28 mei. De sleutel om jouw beloofde land te bezitten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Efeziërs 2, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God wil je in jouw beloofde land leiden. Per slot van rekening ben je een nieuwe schepping in Christus, wedergeboren, zodat je het goede leven mag leiden die Hij voor jou heeft voorbereid. Maar om God te volgen naar dat leven, zal Hij je eerst moeten klaarmaken en dat betekent dat sommige dingen moeten veranderen. Nu, wees niet bang voor het woord verandering. Het betekent gewoon dat je stopt met bepaalde dingen te doen die je deed en dat je start om bepaalde dingen te doen die je niet deed. Bijvoorbeeld, stoppen met negatief denken en beginnen met positief denken. Stoppen om in je comfortzone te blijven en beginnen uit de boot te stappen. Stoppen met twijfelen en beginnen de nieuw aangeboden kansen te pakken. Het is niet genoeg alleen te lezen en te praten over het beloofde land. Besluit om jouw beloofde land in bezit te nemen. God is goed. Hij zal je de weg ernaartoe wijzen. Wees alleen bereid om de positieve veranderingen die God in je leven wil brengen te volgen en te accepteren, terwijl Hij jou klaarmaakt om een zegen te zijn voor anderen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heilige Geest, toon mij de veranderingen die ik moet maken om mijn beloofde land te bezitten. Dank u dat u mij klaarmaakt om een zegen te zijn voor anderen en de bestemming die u voor mij heeft te kunnen doen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.